Hey Mieke, goedemiddag. Goedemiddag. Jij hebt me uitgenodigd in Amsterdam. Ja. Doe hartstikke leuk. Wat gaan we doen? Streetfishing gaan we op baars en snoekbaars. En snoek als die ook toevallig langskomt. Streetfishing. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Vooral vissen met setjes en klein kunsthaas. Vooral met dropshot en loodkopjes en al. En dan veel kleinere vis vooral. En dan wel aantallen meestal. Oké. Dus we kunnen wel meer vis verwachten. Niet de allergrootste waarschijnlijk dan? Nee, waarschijnlijk niet. Maar nee, dat maakt niet uit. En dan gaan we lekker onder bootjes, onder de brug, langs alle obstakels die we kunnen vinden. Kaders en zo. Nou, hartstikke leuk. Ik denk hengeltje pakken en gaan met die banaan. Dat vind ik een goed plan. Grappig, nou, dat is een snel begin. Ja. Nou, dat is de beste 3 minuten vissen van mijn leven. Maar alle credits gaat naar Mika, was het, hè? Ja, zeker. Alle credits gaan naar Mika, want die zegt ook van joh, probeer hem anders eventjes. Dat is goed. Ja. Op mijn fluorcarbon. Nou, snel landen voordat hij... Moet ik hem scheppen? Nee. Hij heeft er wel zin in. Ze zijn wel een stuk sterker dan bij ons in de ketel. Ja, hij gaat er goed vandoor, ja. Nou, en zo groot is hij ook weer niet. Nou, ik denk wel een centimeter van 90. Dat is best een mooie vis, geloof ik, hoor. Maar ik heb natuurlijk 2700ste fluorcarbon. Ja, die blok zat geloof ik net iets buiten de weg. Ja, volgens mij hebben we echt geluk. Ik hoop het ook. Volgens mij had ik nog geen 2 meter. Volgens mij had ik nog geen 2 meter getrold, hè? Oh. Zo. Oh. Ik had niets verwacht dat ik hem zo lang eraan zou hebben. Nou, ga eens kijken. Tweede poging. Oh, ja. Hey, oh, nee! Nee. Hij houdt het spannend. Wat mooie kleuren heeft hij trouwens. Ja, hij ziet er mooi uit, die vis. Ja. Nou, kom op, vriend. Kijk dan, helemaal paars zit erop. Heel mooi. Nou, erin blijven. Ik heb hem alleen niet zelf gevangen, maar... Nou, maar deze is aan jou. Je gaf mij die plek. Je zei, trol hem even langs het kantje. Ja, hij lacht wel, ja. 90 centimeter is die. Het geeft altijd een vertekend beeld, hè, als je ze zo ziet. Het is natuurlijk een prachtig begin van de dag. Ik denk, we hebben gewoon maar zitten, nou, denk 1 of 2 minuten gevist. Ja, niet eens. Nee, niet eens. Maar wat wel leuk is, ik vang natuurlijk de snoek, een mooie snoek. Ik was echt onder de indruk van de kleuren. Maar ik hoor van jou dat eigenlijk snoeken in verhouding minder gevangen wordt. Jij helemaal ja, niet hier. Ja, ik eigenlijk. Heb nog nooit een snoek gevangen in Amsterdam. Dat is heel apart. Ja, dan, ik zat natuurlijk met 2700ste fluorcarbon, dus ik ben echt onwijs blij dat we hebben kunnen landen.
Toen ik viste met een hornetje, het laatste wat je wil is natuurlijk een snoek met een hornet in zijn bek. Maar een geweldig begin van de dag. Ik denk dat het tijd is voor jou om een lijntje uit te gooien. Dat denk ik ook. Ja, die Mika die zei al, hij zegt ik zie ze allemaal achter me aankomen. Maar ze zijn wat aan de kleine kant, dus we zijn eventjes overgeschakeld naar kleiner aas. En je ziet het ook hier, door die pont, heel veel stroming. Dat speldaas, dat komt waarschijnlijk in het nauw. En daar maken wij, spelen wij natuurlijk ook goed op in, door daar naast te gaan vissen. Ah, lekker! Ja. Ah. Oh. Lekker, vriend! Ah. Raak je hem kwijt, los je hem? Ah, dat is zonde, man! Ja, ja. Mika die zei nog, hè, zit ik in de vorige keer ben ik hier geweest. Toen had ik nog een hele mooie baars. En nu en los ik train. Ja. En nu had je hem in, nu had je hem in de verleden tijd. Ja, klopt. Nou, wij hebben een pontje gepakt. We zijn nou bij Centraal. Klopt, ja. Bij Centraal. Nou, wat ik wel echt onder de indruk ben. Het pontje is helemaal gratis. Nou, dat had ik in ieder geval niet verwacht van Amsterdam. Dus dat is echt wel weer een pluspuntje. Wij gaan op zoek naar een fiets. Ja. Ik denk niet dat we deze fiets mee mogen nemen, denk ik? Dat denk ik niet, nee. Oké, okay, top. En waar moeten we nu naartoe? Naar de fietsverhuurder, op onder het station door. Oké, okay, nou, top. Nou, gaan wij een fietsje pakken. Want de eerste volgende stek was ja, tegen de 5 kilometer, hè? Ja, dat is de verste. Dat is de verste, oké. Okay. Maar eigenlijk gewoon, we willen gewoon lekker door Amsterdam heen. We willen natuurlijk zoveel mogelijk zien. Ja, en dan is een fiets natuurlijk wel gewoon lekker. We kunnen natuurlijk wel lekker met sportschoentjes rond gaan banjeren. Maar ja, ik vind dit wel een stuk aantrekkelijker. Ik ook. Ja, lopen. Let's go. Kom op jongens, probeer te vissen. Hey Dirk. Hey vriend, wat kan ik voor je doen? Hey Jorn, met Dirk. Hey, vind jij het goed als ik even de video overneem? Ja? Top, hey, dan zijn ze zo bij je terug. Super. Nou, hallo allemaal. Allereerst wil ik jullie bedanken voor alle support, alle mooie reacties en alle likes op mijn video's. Daar wil ik natuurlijk wat voor terug doen. Daarvoor heb ik een mooie like en share actie opgezet voor jullie. Wat moet je hiervoor doen? Je moet het Sweet Lake kanaal even volgen en mij op Instagram. Dit is Dirk, _ Sweet Lake. Nou, de prijs, dat is een prachtig Zander Pro pakket van Fox met daarbij de bijbehorende loodkopjes. Deze zijn mede mogelijk gemaakt door Hengelsport Katwijk. Super goede zaak, kundig personeel en zeker een kijkje waard. Nou, om nou mee te doen, wat moet jij doen? Nou, ik heb nu een post geplaatst op mijn Instagram. En tag daar jouw beste vismaat in. En zo zorg jij dat je meedoet aan de like en share actie. Nou, dan gaan we nu terug naar Jorn. En heel veel plezier met kijken. Dirk, jongen, je moet die kijkers niet zo verwennen. Voordat je het weet, willen ze elke week een winactie. Nou, geintje. Echt een hele toffe actie. Ik zal er ook voor zorgen dat na deze video de actie ook op de Sweet Lake Fishing pagina staat. En dan kun je hem nog even rustig doornemen hoe je nou precies kans op te maken. En voor iedereen die onze laatste video niet hebben gezien, kun je ook nog kans maken op een dag mee met onze visgids Gerrit. Gaan we lekker met zijn boot het water op zoek naar baars, snoekbaars, maakt niet uit. Alles wat die dag wil bijten, gaan we voor jou proberen te vangen. Nou, ik wil eigenlijk nog een paar dingetjes met jullie doornemen. Ik wil nog een paar fotootjes behandelen. En ik heb nog één nieuwtje die ik toe wil voegen aan onze video. Kom, loop even met me mee. Nou, laten we beginnen met het belangrijkste onderdeel van onze video's. En dat is natuurlijk weer jullie ingezonde visfoto's. Nou, daar gaan we. Als eerste, Nick. Ja, Nick die was lekker aan het vissen. Die had al 4 kleinere snoeken gevangen. En in één keer schuift deze snoek eroverheen. Mooie bak, 84 centimeter. Lekker Nick, mooie vis. En Nathan, ja, met deze oude strijder van een baars. Volgens mij gevangen op de Berkeley Spintail. Ja, ik snap dat je trots bent op deze vis. Echt gaaf. En verder, de eerste keer feederen.
Ja, en dan pakt hij gewoon gelijk zo'n karper. Ja, dat vind ik echt leuk. Top, man. En Xander. Ja, Xander stuurde ons letterlijk en figuurlijk een modder vette snoek in. En Xander heeft zelf ook een YouTube-kanaal. Dus na het kijken van onze video, zeker even kijken op zijn kanaal. En natuurlijk even abonneren. Oh ja, en als laatste nieuwtje. We willen iets toevoegen aan onze video's. De kijkersvraag. Dus heb jij nou een vraag over vissen? En jij vindt het leuk dat één van ons die gaat beantwoorden in een video. Dus of dat nou Tim, Dirk, Nick, Brady of dat ik het ben, maakt niet uit. Ga gewoon naar Sweet Lake Fishing op Instagram. Stuur je vraag en door wie je wilt dat die beantwoord wordt. En dan nemen wij mee in een van onze video's. Nou, genoeg theorie. Lekker naar de waterkant. Nou, we hebben hier nou een paar keer gegooid. We zijn nog niet eens heel lang. Nee. Hoe lang blijf jij gemiddeld op de stek? Als je niks vangt, 5 tot 10 minuutjes ongeveer. En als je wel wat vangt, tot je geen aanbeten meer krijgt. Ja, dan ga je verder. Dat is echt kort, hè? Dus vaak zijn we sommigen echt gewend om urenlang op een plek te blijven. Streetfishen is dus eigenlijk aftasten. Ja. Kijken of de vis zit. Zit er geen vis, terug op je fiets. Ja, er zijn heel veel stekken hier zo. Dus, ja, en we hebben nog wel een paar uur de tijd, maar we hebben nu al gemerkt. Tijd vliegt. Ja, dat klopt. Dus snel naar de volgende plek. Ja. Een minuut dat we aan het vissen zijn, komt er een centimeter bij. Dat zou mooi zijn. Nou, dan wacht hij weer aan. Hoppa. Mooi. Lekker, man. Ah, nu komen ze toch wat vlotter achter elkaar. Ja, dan gaat het een stuk beter weer. Ja, netjes.
wel zeggen, je bent gewoon lekker bezig. Ja, hier gaat het wel weer lekker, ja. Heb behoorlijk wat bruggen gehad ook, hè? En ja. Niet elke brug was succesvol. Dat zijn we. Ja. Ja, dan zien we maar weer. Ook weer een dropshot, hè? Nee, dit is een dropshot. Ja. Lekker man, nou, laat maar wel. Hey! Lekker. Is die dan, hè? Ja, die moet natuurlijk gewoon eventjes op de camera. Wat een gevaarte. Ja, een beetje raar gehaakt. Maar ik moet zeggen, we zijn nou echt op een tunneltje. En je had net twee snoekbaarsen. Ja, ik heb baarsje, dus op zich, ja, natuurlijk niet de vissen waar je natuurlijk uit je bed komt, maar er is iets. Ja, er is in ieder geval activiteit. Ja. Kijk eens. Mag je weer aan. Nou, zoek naar mama. Ik maakte net een shot van Mika. En ik stopte met filmen en hij pakt zijn baasje. Ja. Nou, dat is wel leuk, hè? Doe je dat sweet vis ook? We pakken nou best wel wat visjes achter elkaar. Het zijn wel... niet allemaal beesten. Zeker niet. Maar ja, het is vis. Ja, het is vis, maar ook een beetje, het is na een tijdje ook als je ingooit. En na een tijdje heb je er weer een en je hebt er weer een. Zolang de activiteit is het gewoon leuk om te doen. Zo is het. Dus ik zal beginnen met redelijk groot aas te vissen. Ja, ik ben natuurlijk gewend om op snoeken te vissen. En dan verwacht je de meters. Maar hier ook, je zei ook, hè, de meeste vissen allemaal tussen de 20 en de 60 centimeter. Ja, zoiets. Dan heb je het meeste wel gehad, hè? Ja. Op de uitschieters na dan. Ja, inderdaad. Ja. Hoppa. Knieën en klauteren. Ah, hey. Als je eenmaal ingesteld bent dat ze wat kleiner zijn, ook dat je wat kleine aas moet gebruiken. Ja, dat is wel leuk man. Die vinnetje goed doen. 1, 2. Yo. Nou, het is tijd voor een broodje. Ja, ik ben natuurlijk gewend om een groot kunststaas te smijten. Maar ja, ik heb begrepen dat street fishing dat gaat toch net iets verfijnder. Ja, dat klopt. Met kleine setjes van 7,5 tot 12 centimeter ongeveer. De binnenstad ook 5 centimeter. Baarsjes en zo. En ik zie dat jij, ik heb je met dropshots zien vissen. Ja. Loodkopjes. Dropshots en loodkopjes vooral, ja. Oké. Okay. En dan zitten we hier binnen binnenwater. Dan zag ik je een beetje met 3,5 tot 7 gram vissen. Ja, het zit afhankelijk van de wind en de stroming. Die staat en diept een beetje. Oké, okay, en als we hier kijken, hè, we zitten hier op de achtergrond. Best wel groot water, hè, het ei. Ja. Wat voor loodkoppen gebruiken we hier? Als het echt windstil is en geen stroming, 7 gram. Maar het meeste gebruik ik hier 10 en heel soms 14 als het hard waait. We zijn lekker aan de waterkant, maar ik heb begrepen in Amsterdam is het niet meer pak mijn hengeltje en ga maar gewoon. Nee. Ik heb begrepen wat een aantal regels zijn. Ja, je moet een schepnet hebben. Het is belangrijk om een goed lang schepnet mee te hebben. Deze is uitschuifbaar tot 4 meter, dat is wel echt nodig vanaf de meeste bruggen. Een onthaakmat is verplicht, die ook hier, die kun je oprollen. Dat is ook handig, kun je zo aan je tas klikken. En een onthaaktang is verplicht hier, dat is logisch, moet je sowieso mee hebben. En de kniptang is ook verplicht, dus die hebben we ook mee. Ja, dus inderdaad, hè, wat hij ook zegt, het is dus niet aan te raden om hem mee te nemen. Het is gewoon letterlijk verplicht in Amsterdam, ja, om erbij te hebben. Maar ja, laten we eerlijk zijn, iedereen die op roofvis vist en de kans op een goede snoekbaars, een mooie snoek. Ja, dan wil je sowieso een onthaakmat hebben, maar je wilt ook een tang hebben.
om gewoon het haakje eruit te kunnen halen. Ja, maar, dat is belangrijk. Ja, maar in Amsterdam, neem het sowieso mee. Ja. Krijg je ook boete? Of? Dat denk ik wel. Ja, ja, weten we niet zeker. Dus voor degene die dit is te kijken en die het ooit misschien een keer geen schepnet of geen onthaakmat bij zich heeft gehad en door politie of een boa is gecontroleerd, ben ik heel benieuwd of je een boete hebt gekregen. Maar wij doen het volgens de regels. Ja, zeker. Nou, zoals jullie kunnen zien, het wordt donker. Dat kan maar één ding betekenen. We gaan stoppen. Onze sessie zit erop. We begonnen echt super sterk, hè? Die snoek. Nou, dat was echt een enkele minuten hadden we. Dus zijn we de stad ingegaan. Ja. Op zoek naar de kleinere vis. Was op zich een. Dat was wel leuk. We hebben natuurlijk een fietsje gehuurd. Rondje stad geweest. En ja, toen heb jij die plekje al echt. Een stuk of vier snoekbaars had voorbij. Ja, vier snoekbaars had daar. Ja, we hebben nog wat kleine baars gevonden. En op het laatst dachten van, weet je wat. We gaan weer terug naar het Centraal Station. We gaan speciaal voor de kijkers. Gaan we toch nog op het groot water vissen. Ah, dat was wel zonde. Hè? Ik had toch die hornet er weer aangedaan. Zelfs een grotere. Daar pakte ik een vis op en die raakte ik kwijt. En toen... Ik loste nog één met de dropshot. Ja, loste ook nog één met de dropshot. Dat is echt onwijs jammer. We gaan het sowieso nog een paar worpjes geven. Maar ja, je kunt zien, het wordt donker. Dus het gaat heel snel tegenwoordig. Ja. Ik wil je toch bedanken voor de gezelligheid. Ja. Het was hartstikke leuk. Ja, is toch leuk. Weet je, ik ben zelf niet zo van de stad, maar als je dan een coach mee hebt, dan is het hartstikke veel genieten. Dus ga lekker naar huis, ga een biertje drinken. Ja. Vergeet niet te abonneren. En te liken. En te liken. Een leuke reactie achter te laten. En dan zien we weer bij de volgende video.